Tom Haaij, een beetje ja, teleurstellend kun je het wel noemen. Want als ik iedereen hier de bus in zie lopen, dan dondert het. Ja, zeker. Ja, heel erg ontevreden met dit resultaat. En ja, bijna eigenlijk beschamend gewoon. Omdat? Ja, omdat we het op alle fronten hebben afgelegd. Ik bedoel, het resultaat natuurlijk ten eerste. Drie goals tegen, 0 gemaakt. En hoe we ons hebben laten aftroeven, verdedigend. Maar ook weinig tot geen kans gecreëerd. Komt hard aan. Ja, en dan zie ik de reacties van supporters op social media. En dan weet ik wel dat gaat in extreme, maar die zijn zeer teleurgesteld. Ja, dat is heel begrijpelijk. Ik bedoel, we hebben het vandaag echt laten afweten. En de reacties zijn natuurlijk wel begrijpelijk. De kleedkamerdeur bleef ook lang dicht? Ja, we hebben met het team bij elkaar gezeten. We hebben erover gesproken wat anders moet, hoe we dit gaan doen. Want zo kan het niet doorgaan natuurlijk. En voor jou zal het toch een beetje dubbel zijn, want zoveel minuten heb je nog niet in AZ1 gemaakt. En vandaag kwam er dus een gelegenheid al vroeg in de wedstrijd. Ja, klopt. Op dit moment ben ik blij met alle minuten die ik kan maken. En dus ook vandaag. Maar uiteindelijk staat het resultaat natuurlijk voorop. En baal ik gewoon ontzettend, ondanks de minuten natuurlijk. Weet je hoe het met Marcus Hendricks is eigenlijk? Nee, ik heb hem niet gesproken. Volgens mij ging het al beter met hem, maar geen idee eigenlijk.